Welkom guys bij de nieuwe video van vandaag. Ik ben hier samen met Louis, Tessen. Ja, ik denk dat het thema wel duidelijk is. Yu-Gi-Oh! Van vandaag, we zijn niet echt Pokémon-tubers of zo, dus we hebben echt ons best gedaan om toch... Stiekem zouden we het wel willen zijn. Vandaag doen we de Evolving Skies Pokémon Boost Box open. 32 pakjes. 10 kaarten in elke pack, dus dat zijn 320 kaarten die we vandaag gaan checken. We hebben hier ook de PC erbij staan, want er zitten heel veel verschillende kaarten in. Die wel wat geld waard zijn. Dus als je bijvoorbeeld deze pult, de Rayquaza V-Max, dan kun je al direct 3 nieuwe boxen gaan kopen. Umbreon zou nice zijn. De favoriet die ik vandaag zou willen poelen. Hier is hem, zeg. Toch 50 knotsers. 50, ja. 50 knotsers. De sleeve is liggen klaar. Ik heb hier trouwens ook mijn hele collectie aan Pokémon kaarten liggen. Kleine sneak peek van wat er allemaal is. Ja, moesten jullie de hele set willen zien, dat kan. Nee. Random Exodia. Van een rare Pokémon. Trouwens, vergeet ons zeker te volgen op alle andere social media channels. At Michael Wani en at Louis Thijssen. We hebben sowieso onze sleeves inderdaad. Hard sleeves ook. Vermoest het echt een crisp kaartje zijn die dat voelen. Mich, in de erf, speel even spannende muziek. Klapje erachter, zo. Ik heb dat opgedaan. Zops. Dan gaan we een estimate doen van waar we denken dat er gaat uitvallen. Kijk, je kunt hopen voor die super dure allemaal. Dat zou toch gewoon mooi zijn, moest ik deze. De extra, ja, voor de... Weet je, jij mag die poelen en dan zal ik die in de goed, ja, dan zal ik voor, want de eerste effect heb je wat dan? Het is lange leven precies. Dit is een pakopening van 7 uur, gaat dat zijn. Met tanden en zo, ja. Het is ook in elke pack zo'n kaartje. Ik ga dus uitdelen, of van je code cards. Dus als ze snel zijn, en als ze snel die code ingaan, tikken op de website van Pokémon. Ik zal in de beschrijving even uitleggen hoe dat kunt doen. Voor de mensen die daar niks van kennen, je moet 4 kaarten naar achter steken, omdat de beste zit op de 6e plek. Energy, Lucky Ice Pop, oh, Tentacruel, Poppetoad, Latvot. Maak er niet voor, ik word Roadhead. Latvot. Die Ursa is echt cute of veel waard? Nee, cute. Maar veel waard. Die heeft me al shock wacht gedaan, maat. Cryogonal. Dat is van de nieuwe lelijke. Allee, lelijk. Reverse Holo Penguin. En we beginnen rustig. Oké. Okay. Tweede pakje. Eerste pak was shit. Ik heb keihard mensen in mijn DM's op Instagram die mij altijd vragen van welke pak moet ik kopen en wat is dat waar. Trouwens, de website die wij gebruiken is TCG Players. Allee, op een andere website gaat dat misschien 10 euro meer zijn, 10 euro minder, maar het is wel een soort van richtprijs. Nice. Dat is een goede start. Een goede water energie. Lelijk, maar het is zo. Nee, dat was. Bobat. Tim, Poli. Elke keer wil ik corrigeren als je een foute naam zegt, maar ik ga die gewoon laten doen. De comments zullen nu wel roasten. V, Scarpedo. En. Wow. Oké, okay, Ampharos is geen goede pool, maar wel een goede pool. Ik vind Ampharos eigenlijk een van mijn favoriete Pokémon's. Reverse Holo Sharpedo. Dat is nice, hè? Dat is ook een rare of niet? Ja. Dus eigenlijk de twee rares nu, ja. Dat is wel het ding, ik heb de zak opgezocht ook. Het goede aan deze pack is dat er keiveel verschillende pools zitten die wel wat waard gaan zijn. We hopen een Pokémon booster zijn een miljonair. Code card voor de maand. En. Oké. Okay. Dark Energy. Snowleaf Badge. Maar de cutting is echt... Lillipulli. Oké, laatste. Nee, voorlaatste. Oh. En dan? Oh, die. Niks. Oh. Kijk, het zijn dan... We hebben nog geen dubbele. We trekken ons al. drie pakken op. We nog geen dubbele. Echt goed. Ah, die is niet blinkend. Nope. Skip dan. Dan, ja. Mattia, wel die blinkende dingen zeg. Het voordeel is ook, hoe meer bucht dat we nu hebben, hoe vetter dat straks gaat zijn. Want je weet, er zit sowieso een bepaald percentage aan hollows in, aan secret rare. Het is niet dat je zo'n doos kunt kopen en dat je geen enkele blinkende gaat hebben. Dat gaat nooit. Als je iets wilt kopen waar je goede shit kunt uithalen, moet je echt wel de Evolving Skies edition doen. Pikachu is 14 tot 15 eurocent. Het voel, als je dat allemaal optelt. Ja. En de Rescuter, ook vette kaart voor uncommon te zijn, Russell. Ja, soms wel de artwork laten zien. Hè. Ja, nee, nee, maar fuck dat. Gewoon alleen voor die super cool. Hurt Might. Drugs. Oh, reverse Holo Slackout. Die vind ik wel. En dan? En dan? Cut card. Oh, eerste hole wel. 30 cent. Ja. Die ga ik verpakken, zeg, voilà. Dat is de enige die je moet liggen, hè. De rest is schmetten maar ergens. En waar was dat nu? Was Sint-Niklaas? Brood en spelen was ja, dat? Echt zieke winkel trouwens. Ik was er nog nooit geweest. Kleine plug, ze hebben dat niet gevraagd. Ik denk dat we 440 euro kwijt waren, elk 22. Vibes, ja, ik heb het eigenlijk al gespoord mezelf, man. Die zit niks. Het kan altijd een holle zijn, hè. Wat? Wat zijn jij? Fokkenuur. Versal art. Bro, ik had er een eigen spoor. Reverse of Articuno en
Dat is dikke cool. Dat is een zieke kaart. Bijna 2 euro. Edges zijn cool, centering is chill. En onze boven ziet er ook nice uit. Ook belangrijk. Hij is wel niet zwart, hij is centering. Er zijn 4 dingen waar je kaart op gegrade kan worden. De zijkanten. Zullen die geen witte hoekjes zijn? Ja, en aan de achterkant, of dat alles mooi centraal op de kaart staat. Ja, ook voorkant. Hè. Want soms als ze Pokémon kaart afdrukken, dan is de machine een beetje kapot. En dan kan die zo'n beetje schuin staan en is je kaart minder waard. Zit al een shopping center met nieuwe kaart. Hurrier. Flyroar. Seedot. Trainer en dat is cool of Flying Dragon. Oké, jammer dat hij niet hoog is. Gewoon een pakje. 2, 3, 4. Baggers. Kak. Klot. Flabébé. Klot. Dat is echt lelijk. Fijn! Pablo. Zie dood. Badge. Bruce Schammy. Als dat ziek anticlimactisch geweest. Niet onder de indruk, de mich. Ja. De randen zijn wel echt slecht gekut, man. Dus als dat nu nog goed is, zijn we wel echt vergoed. Energy? In before disaster days. Ja. Stel je voor. Als die edges rotsen, nou, dan stop ik de video, man. Bole, Letleo. Timpole. Eevee, cute, maar bakkers. Cutie fly? Ja, vind ik wel cool. Maar niet te lang, hè. Die blinkt niet. Wow, wow, die blinkt wel. En dan? Het is Altaria, het is Altaria. Oh, oeh. Maar ja. Zo vast. Het is niet... Was close voor ending the video, hè? Mama, check it. Ja, dat is echt... Allee, wie heeft er daar al gebeten voordat het in de pak gestoken heeft? Schandelijk. We hebben nog niks gevoeld, hè? Nee, niks. Jawel, jawel. Allee, broer. Maar deze zijn toch cool? It's time. Het is beter gekust, dat is al goed. Energy, nice. Rusty Rain. Was het al? Scraggy, ja. Reversal. Wat is dat met die reversal trainers? En dan? Kniem. Allee, maat, echt waar. Dat kan toch niet? Op die 3 pakjes spoel ik 2 keer naar mijn hand, ik. Ja, 15 euro cent dollar! Dat kan toch niet, maat? Evolving Sky Spike is net uit. Dus de prijs is hoog begonnen. Relatief hoog toen deze week dat die box uit was. Maar ja, mensen zijn gewoon massaal dozen aan het open doen. En uiteraard, hoe meer dat er van iets is, hoe lager dat prijs. Inflations. Inflationados. Gaan we teasen of niet? Het is nooit wens. Energy? Rimbombe. Laat die ook chill voor een Enfros set. Misschien gewoon heel tijd. Ik wil gewoon blinkend of nice. Marine, ja, we zijn rond. We zijn rond voor de set. Of wat? Webbel? Ewa, hey, dat is een rare. En... Smeargle is echt de shittiest rare dat heel veel set zit. Maar zijn er mensen die in deze kaart, dat je die trekt en dan denk je, ja, de Smeargle! En kak. Oh, de bucht is er stilletjes al allemaal van door. Ja, dat kan toch niet? Kurem 50 cent. Ja, dat is niet slecht, hè? Hey. We zijn er bijna. Dan pakken ze er bijna uit. Als je dat allemaal optelt, dan zitten we toch wel gemakkelijk aan... Om die 5 euro. Nog geen pakjes gekocht. Onze hardsleeves liggen hier wel goed stof te pakken ook. Het is toch genieten, deze. Het is echt mega chill. Moet ook zo eens van de kaarten ruiken. Dat riekt zo naar nostalgie, toch? Riekt zo naar Pokémon, ja. Is... Oh, Pokémon high. Nice cute. Dat is wel goed. Die blinkt hier dus... Hippolai. Een reap. Oh, reversal rare. Nice. En dan? Iedere keer als jij poolt, je dezelfde van de pak ervoor kijkt. Die ligt daar al, hè. Maar Marshadow, dit is wel een goede pool op zich, hè. Want dat is, reversal rare is altijd nice. 40 cent. Maar de niet-reversal versie, dus het is sowieso meer. 80 cent. We kunnen hier alles zeggen, hè. Die geloven al. Dit is de zeldzaamste Pokémon kaart. Ja, het is de code. Ondersteboven, ja, geef ze nog wel een uitdaging of niet? Ja. Was dat? Maar alleen maar, je zegt gewoon... Check dat gewoon. We hebben die gedaan voordat die in die plastic hebben gestoken, zo een keer goed. Dat doen we wel, want het is shit van het begin, hè. Ja, we zijn gewoon straight naar die laatste 2 altijd. Ik heb gewoon motivatie nodig, man. Pikachu. Hey! Russell Rare, altijd goed. En dan? Big Tini's, chill. Nee, die is wel nice, die is wel leuk. 2 nice pools. Ludicolo, ook een rare. Ludicolo! Moeten we er al een paar hardsleeven of niet? Nee, we moeten echt juist de klote hardsleeven. De kroonstukken van deze aflevering so far. Ja. Vrij zielig, maar... Ja, next one. Hebben we al...
Zwailus, Psyduck. Zwailus? Waarom gaan elke keer moet zeggen? Zie dood. Easy. Hebben ook al maar reversal. En dan? Moet je ze vieken? Is tijd voor de vieken? Oeh, is dat cool, man. Vet artwork. Is dat vet. Euro en half? Euro 30? Even checken naar de achterkant. Ja, zit er best in de centering. Wacht, mag je zien? Expires! Ja, dat lieve die allemaal. Coming back with a bang! Road card. Alsjeblieft. Yep, zijn erbij. Zwellus. Skiploop. Zorua. Tentacool. Hoppip. Reversal of Palpitoad. En... Dus wacht, hier zijn we begonnen zeker. We gaan over naar het volgende pakje. Chinchou! Oh fuck, ik heb mezelf gespoiled. Is dit? Ja, het is iets. Oh, en check de kwaliteit. Oh, broer. Nice, kom direct. Broer, check de kwaliteit. Moet je het weten? Oh, ik ga het gewoon omdraaien. Gewoon van de. Ik lijk bijna doet. Snel, snel. Ja, dat wist je wel. Met Lily. Dino. Ten eerste. Yes. Oh, nice. Rare reverse hologram. Je zegt wel, in uw reverse hologram zijn er wel een chance. Maar als ja, je er ergens moet zeggen, dan is het check. Check al die kaarten vliegen hier. Wat hey, broerie. En stop eens met gooien. Oké, okay, dit is sowieso al een vies. It's nice, nice, it's nice. It's nice uit. Die VMAX Dragazolt, niet slecht. Is hij nice? Ja, jij vond hem nice. Ik heb hem gepoeld in mijn eigen box toen ik erbij werd. Dit is dus de betere versie van die kaart die ik gepoeld heb. Het gaat geen topper zijn, maar het is wel... Het is wel, het is wel nice. 20 euro misschien? Nee, nee, nee. Kijk. Je hebt nu ineens de VMAX gepoeld, kijk. Ja. Het moest iets gebeuren, hè. Het was een kwestie van tijd. Psychic Energy! Okay. Ja. Het ziet er wel lelijk uit, gewoon jullie. Swoobat. Geen topper. Zora. Zai! Browsy. Wat een fat reverse solo. En dan? Wat cool. Wow! We poelen die... Ja, dit is... Dit gaat iets waard zijn. Hoor. Is dat? Ja, maar niet... Oh, niet... Bij de gekke... Bij de gekkere... Is dat? Selectie. Maar het is wel de minst waardevolle van... Oh, dat blijft! 7 euro. Kodetje. Wat is de kans dat we in deze pak ook op Psyduck poelen? Allee, kom. Direct wegsmeten. Maar wel de super, super pack. Is het allemaal. Oh, Gigalit. Dit is een reversal rare. Is chill. En dan Upsa. Lelijk een drampa. Volg het pakje. Oké, we zijn net over de helft. Dus alles kan nog, broer. Ja, het moet. Hè. Je moet maar één zotte pull hebben en het is goed. Lombre. Lucky Ice Pop. Lucky Ice Pop, Lucky Pack. Liandinsk. Flap. Goede kaart. Niet slecht. Kakker card, Hopsaki, Energy, Zwellus, Skiploom, Ryan, Love Disc, Level, Optas, Zero. Sorry! What the fuck, hebben we daar al? Dat is niet nieuw. Swing of the meme. Geen reversal. En een pincer. Het is nieuw, het is shit. Maar wel nummer 1 van de set. Fucking nice. Yes! Ik heb al iets kleins zien. Dat is niet waar. Baggers. Sowieso, ja. Rock'n'Rollo. La baby. La baby. Hebben we al? Je hebt ook al reversal. Ja, want we zijn daar. We zijn daar. Wat is deze? We zijn daar. Is die nice? Ja, fucking nice! Is die nice? Dit is de Alternate Art Glacian V. Oh, die is zo mooi, man. Check, maar check hem nu cute zijn. Oké, okay, Mish, het gaat hem best zijn. Is het echt? Ja, ja. Ungraded, blablabla, 62 dolario's. Centering is wel... Het is beter de dan... Centering is brak. Dat is niet waar. De centering... Dat is niet waar. Zie je dat, kijk. Broer! Het is niet top, maar het is ook niet het slechtste wat ik al gezien heb. Eerlijk, heel veel mensen gaan die kaart willen. Dus sowieso. Ja? Ja, echt gewild. Nice, dit is nice. We zijn online. Dit is de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de beste kaart dat je kunt poelen. Dat is niet slecht. Codetje. Cutie Fly. Wat Sableye. Hey, weer al een reversal rand, dus weer al een klein beetje waarde er bovenop. En dan. Oké, okay, we moeten even terugkomen. Water Energy! Stay Black. Weer al. Nee, ik denk dat het wel goed hoor. Birdmite. Corvana. Nee, Emolga. Reverse Holo Sheldon. En... Woe! Vier keer. Mijn eerste niet shitpoel. Maar wat is de waarde? Dat is wat we ons allemaal afvragen. 1 euro. 1,46 euro. Vrijzielig. Ja, en we gaan gewoon verder. Er zitten wel, wat we gezegd, 8 vies per pak gemiddeld. Hè? Dat is ook geen exacte. We hebben nu pakt 1, 2, 4. Ja, dat is met 3 max. Wat had ik nou gezegd? En 5. Oké, dus nog 3. Kan hopelijk. Kak. Kak. Pentagon niet cool. Maar goed. Pentagon niet cool. Kut shit, man. Het is allemaal. Shit. Kutjes. Wel een nieuwe. Ik geef een f. Hier zit. Maar we zijn er bekend van. 5 packs, man.
IJspingwing. Raar hem toch, die hitman. Oké, ik heb die goeie maar uit. Elemental Badge, Shelgon, Swoobat, Applin, Sableye, Nikit, Bergmite, Carvana, Reversal Crystal en... Kutkaart! Appeldraak, Zwellus, Gordy in de niet-reverse ding, toestand, Fletchling, Scraggy, Hippopotas, Stimp, Litleo, Reverse Holo, Moon and Sun, dat hebben we nog niet. En... Oh, we hebben nog iets! Derde! Suicune is cool. Natuurlijk een gewone V, maar wel echt fucking nice. Suicune is altijd. Die vind ik echt vet, man. Dat is vroeger mijn favoriete Pokémon. Ja, ja, de duurste kaart die ik in mijn bezit heb is ook niet Suicune. Nee, oef! €7,80. Waarschijnlijk de duurste V dat er in de set zit. Centering is ook wel een brak hier. Dit is zo slecht. Ik heb nog nooit zo'n slechte centering gezien. Die staat gewoon krom erop. Dat kan niet. Krom erop. Dus zie je dat hier zo wat ja, scheef is? Ja, dat is echt. Van ver is het een nice kaart. Dus jullie kunnen hem van hier zien. Centering en zo is allemaal nice. Lucky Ice Pops. Derde last. Petit Little Pikachu. Nog niet. Oh. Amai. Die is wel nice, toch? Een Nelm. Er is geen enkele trainer die veel waard. Hé, andere appeldraak. Ik zou deze bagger pakken, pak jij de Rayquaza als laatste en de Stratos. Het is ook wel gek dat jij eigenlijk alle rares hebt gepoepen, kan. Kut. Ja. Mission enthousiasme over gewone common cards is ongelooflijk. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. En dan, mijn laatste kaart. Oké. Okay. Het is tijd voor die laatste pack, yo. It's time. Voel hem of voel hem niet? Mag ik eerlijk zijn? Ja. Ik voel gewoon een hollow. Please. Kan je aan het zweten nog? Die zoeken, Shiftry of zo. Ja, dat hem. Broody. Moet blij zijn. Betere pools gehad als in mijn box. Suicune is super chill. Espeon is mega chill. Trevenant, mooie kaart, niet veel waard. Echt nice, ja. Die is wel cool. Lycanroc. Dit is. Deze is die. Dit is echt dik. Dat is de pool van de video. Gordy. En dan ja, gewoon omdat de Mies er zo verliefd op is op deze kaart. Hier moet er gewoon blij mee zijn en de rest is bijzaak. Ja, man. En nu? Dat was. Om de nieuwe box. Ja, was chill, man. Ik had wel gehoopt op een zieke climax op het einde. Heel vaak van die recap. Oh, Briri! Oh, alle bakkes! Matties! What the fuck, dat box is gevonden. What the fuck, ja, man. Ja! What the fuck? Die pakjes dat ik in het begin vast had? Dat kan niet. Dat zijn die pakjes die ik in het begin had gebakt voor de foto van de thumbnail te maken. What the f***? We zijn terug! We zijn terug! Ik ga de video ook volledig afsluiten en dan moet ik opnieuw beginnen. Ja, zo is het. Er kan niks in zitten, dat is best. Er kan vijf shitpacks zijn. De muziek. Dus we worden al rustig aan het opruimen hier. Kom, ik 2, jij 3. Ja. Nog één goeie, kom aan. Ja. Ik zeg eerder tegen Louis dat hij ook meer content moet maken. We weten elke box en iedere keer zegt hij iets goed, we gaan dat doen en dan doen we dat niet. Nee, dat is waar. 50 reacties. Als er 50 comments zijn, dan koop ik nog een box. Dan doe jij een box en dan doe jij open, ja. Voor alle duidelijkheid, dit is niet gefaked. Nee, echt niet. De jet die lagen daar verstopt achter de PC. Misschien kan dat op beeld nog kunnen zien. Die comments gewoon. Ja, dit ligt al 5 likes, ja! Upside, Skiploom, Skipidini. Skip die handen. Rogarola, Wobbuffet, Hip-Hop, Hop-Hip, Shablu, Zorora. Wow! Nice! Dream Ball, Stormy Mountains, Boldore, Teddy Ursa, Cryogonal. Nikki, Dwebble, Rufflet, Boldore. Pak het mogelijk, dat is echt een ziekenbox. Nee. Officieel de lelijkste Pokémon, gebaseerd op een vuilzak. Prijs. Bijna $10, $9. Hey, dat is dus er wel bij, de dag dat het gedaan was, maar het is er niet gedaan! Ik heb het gehad met die bril, hè, Mich. Chincho, Petilili, Dino, Poldino. Nee. Oké, dus het voorlaatste pakje nu echt voor echt. Codes. Steel Energy! Ja. Kom. Gewoon easy. Hier, pop. Ja, die ook. Emolga, Slakoth, Ossifleur. Oh, nice. Een Valiske, hè? Ik voelde hem wel. Ja. De laatste packy. Ik heb het gevoel dat het iets is. Echt? Baka, Herdier, 20 Secret, Spirit Mask, Papel, Chot, Wabble, Wobble of Hats, Wobble of Disc, de Wobble of Hats. Ja. Wobble of Hats.
In één keer, man, in één keer! Pakka, bro. Dit was een backopening! Dankjewel om te kijken, abonneer, like de video en met 50 comments doen we nog een backop op Louis Thijssen channel. Een backop. Een back in box, een backbox open en dan zien we jullie in de volgende video. Bye bye. Peace!